Frans. Het is gelukt, het is gelukt. Hi, goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken naar onze 15e vlog alweer. Sorry, moest ik dat doen. Ja, de 15e vlog. Maar wat hebben we net gedaan? We hebben net een gesprek gehad met een fotograaf. Over de bruiloft, gewoon over de dag zelf, over wat voor foto's dan we willen. De planning. En planning inderdaad, dagindeling en foto-indeling van de fotoshoot, van de gasten en zo, zeg maar. Dus dat hebben we allemaal eventjes keurig netjes doorgenomen. Ja. Maar lekker snel klaar. Ging wel even gewoon de tak, 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 tak. Een uurtje, gewoon, denk ik. En een rondleiding van het huis gegeven. Ja, ook nog. We gaan nu eerst eventjes misschien eten. Ik heb honger, dus zij niet. Nee. Maar ik wil eigenlijk wel eten, dus we gaan gewoon eten. En daarna gaan we de kamer schoonmaken? Jij moet even helpen met de rolgen, denk ik, die schoonmaken. Oh ja, dat... Ga ik daarna de open haard schoonmaken, want als dat gebeurt is gewoon heel de woonkamer klaar. Dus dan kunnen we dat ook weer afvinken. Dat is dan de tweede, want de keuken is klaar. De slaapkamer is klaar. En dan, de keuken is klaar met schoonmaken, moet ik nog indelen. En dan is de woonkamer ook klaar met schoonmaken. Nou, wij hebben dus al gegeten. Andra staat nu achter de camera een beetje gek te doen. Ik ga eventjes spulletjes halen om onze kapstokje op te kunnen hangen. Dus schroefjes en plugjes en dat soort dingetjes. En hi. Hi, ga verder. We hebben nog van die vierkante soort van raamwerkjes. Die moeten we ook nog even ophangen. Daar heb ik natuurlijk weer andere schroefjes voor nodig. Dat is net even weer een andere maand. Dus die ga ik even bij de gamma halen en dan ga ik lekker boren, schroeven en timmeren en doen. Yes. De buren wakker houden. Het is ook voor het geval dat ze slapen. Het is 2 uur. Nou, en ik ga in de tussentijd de open haard schoonmaken en is de woonkamer zo meteen helemaal af. Behalve de vloer, want er liggen alweer haren op de grond verboefd. Ik had vorige week gestofzuigd. Of donderdag. Dog owners. Boefie koekje? Moet boefie eten? Moet boefie eten? Moet boefie een koekje hebben? Moet boefie een koekje hebben? Zal ik een koekje halen voor je? Zal ik een koekje halen? Eten! Snoepen! Eten! Gaan we eten! Gaan we eten! Wij gaan eten! Kom maar, ik ga iets lekkers halen! Wel, die doos wordt vernield hier. Ja, ik kan wel mooi zitten. Wil jij een kluifje? Boefie kluif? Doe maar zwaaien. Goed zo! Best slim eigenlijk voor jou, man. Ja, die sponsor is dan denk ik achtergevallen met de overstroming of zo. Is leuk. Ja, zullen we een half uurtje lopen? Ik weet niet hoe ver dat is hier vandaan naar het park. Nee, volgens mij is echt denk ik. Nou, wij gaan lekker met Boef naar het park. Plassen poepen. Boefie, poepen. Gaan we plassen poepen? Gaan we plassen poepen? Oh ja, Boefie is blij hoor. Boefie is blij. En hoe dichtbij van ons huis? 2 minuten? Nee, 2 minuten is overdreven. Nou ja, we hebben nou Boef, hè? Ja, we hebben een beetje omgelopen, maar ik denk dat 5 minuten lopen is of zo. Nou, Boefie die heeft ook weer zijn fotoshoot achter de rug, hè Frans? Ja, hij zat echt prachtig. Hij zat heel mooi. Ik hoop dat de fotootjes een beetje rood zijn. Zoals jullie zagen heeft Boefie het erg warm, dus ik hoop dat hij zo meteen gaat drinken. Want hij heeft tot nu toe echt eigenlijk maar 1 keer gedronken in het huisje. Oeh. In ons nieuwe huis. Thuis drinkt hij natuurlijk wel. Maar wij willen hem eigenlijk hier los laten rennen, maar we weten niet of het mag. Ja, we hebben ook nergens een bord gezien. Nee, dat is waar. Ja. Want dit zou echt dit is gewoon een lekker stuk natuurgebied waar hij los kan rennen. Trouwens. Ja, maar niet iedereen houdt zich aan de regels.
Dat is nog een dingetje. Nee, boef. Dus wij gaan nog heel even hier lekker lopen. En dan waarschijnlijk zie je ons misschien zo meteen thuis weer, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Een moment van mijn aanrijd. Ja, gaat het passen? Huh? Het is ook nog eens een god om het erin te krijgen. Uh-huh. Oh, die zit. Niet. Hè? Hangt die? Ik dacht dat ook hoor. Hè, of niet? Nee, ja, maar niet, die schroeven moeten er verder uit. Of niet? Moet die er verder uit? Ja. Nee, alleen niet met die. Alsjeblieft niet. Hier ook. Oh, hier is die. Ietsje verder. Hoe doe jij dat? Wat? Oké. Okay. Dat is een pen. En dan kan ik altijd nog verder erin doen, maar... We moeten er echt allebei tegelijk in doen, schat. Kom. Ja, nou even wachten, ja. Ik krijg ze er niet in. Nou krijg ik hem er niet meer vanaf. Oh wel. Maar ik voel niet... Hij vliegt niet eens in één gat. Dat is het probleem al. Oh, oké. Moet ik het doen? Frans? Het is gelukt. Frans is juist 3 uur bezig geweest om de kapstok op te hangen. En hij bleek uiteindelijk toch de gaten goed geboord hebben. Hij dacht van niet, maar we kwamen erachter dat waar het de schroefje in moet. Dieper in het hout zat. Ik zal het even laten zien. Nee, niet eraf halen. Nee, we hebben toch nog andere dingen. Ik ga het er niet afhalen, want het hangt. Kijk. Oh, bij deze is het dus weer niet. Nou, wel die kleine niet. Nou... Hier, dit zwarte ding zit hier gelijk op de lijn van de hout. Alleen bij die andere dingen, die daar nou prachtig hangen, ik zal het zo meteen beter laten zien, zat dit zwarte, waar het moet ophangen, dieper in het hout. Oftewel, heeft hij een langere lengte van de schroef nodig. Daar kwamen we na 3 uur achter. En hij hangt. Ik zal ze laten zien. Die linkse heeft Frans gedaan. En die rechter hebben we samen gedaan met mijn meetkunsten. Kom je petje er eens aan op. Om te showen. Kijk nou. Hij spreekt jou alleen echt heel raar naar. Wij zijn blij. Eindelijk. Ja. Eindelijk gaan we eten. Want ik ben dan ook zo koppig dat ik het gewoon nu wil. Beetje van wat we eten. Ja, ze moeten daar een opruimen. Het is hier een bende. Dat was geen pizza, hè? Nee. Oh, nee, wel soep. Nee, en de winkels zijn al dicht. Ja? Ik wil patat. Heel zeker. Ik wil patat met pindasaus. En dat was het dan. Maar en een snackie. Oh, ik wil vreten. Vreten na zo'n dag. Oh, hij is open. Wat is er open? De Dirk. Oh. Tot 8 uur. Wat gaan we halen dan bij de Dirk? Pizza. Maar dat kan ik niet tegen. Tada. Kijk, zo doe je dat. Als je hard gewerkt hebt, of eigenlijk heel hard gewerkt hebt en bijna geen bal uitgevoerd hebt, toch? Ga gewoon pizza eten daarna. Heerlijk. Nou, eet smakelijk, moep. Zoals jullie zien zit ik met mijn jas aan en is het ondertussen donker geworden. Buiten branden de lampjes. We zijn al een tijdje klaar met eten. We hebben zojuist de afwas gedaan. Frans is nog een paar laatste dingen aan het afdrogen. Oei joh. Oh! Boefie die bewoog. En wij gaan naar huis. Want het is al laat. Hoe laat is het? 9:50. Dus we zijn echt toe om naar huis te gaan. Ik wil nog graag douchen. En ik moet nog een eiersalade voor morgen maken. Dus onze avond zit er nog niet op. Als jullie deze video leuk vinden, laat dan een duimpje achter en een reactie. Dat vinden wij ook altijd leuk om te lezen. En dan wil je nou geüpdate blijven wanneer we uploaden. Dan moet je abonneren en op het belletje klikken. Want we uploaden elke donderdag om 4 uur. En dan kan je genieten van meer van zulke video's. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Oh, en er komt een extra video, hè Frans? Ja. Ja, maar die zien jullie wel vanzelf verschijnen. Dus dat is nog een verrassing. Tot ziens, doeg!